Vanaf nu kunt u er via één muisklik achterkomen wie de vis op uw bord gevangen heeft, waar dat is gebeurd en hoe laat. Dat kan allemaal dankzij een wereldwijd project waaraan twee vissers uit Veerwerd meedoen. Jan en Barbara Geertsema vissen met de TS31 op de Waddenzee en vangen daar zeebaars en harder. Elke vis krijgt een label met een code die de consument kan invoeren op een website. 165451. Kijk, dan zie je hier van wat is dit voor vis? Europese zeebaars. Met een plaatje van een zeebaars. Wie hebben het gevangen? Dat zijn Jan en Barbara, dat zijn wij dus. En hoe is het gevangen? En dan de vismethode. Dat labeltje blijft aan die vis zitten. Komt dus eigenlijk via dat labeltje komt dus die informatie tot de eindgebruiker, kan die met de vis meereizen. Via de site thisfish.info kan je achterhalen welke weg de vis heeft afgelegd, van de zee tot in de keuken. Ook is er op de site een mogelijkheid om de vissen te laten weten of het gesmaakt heeft. De vissers van Lauwersoog doen sinds een paar weken mee aan het project om de herkomst van de vis zichtbaar te maken voor de viseter. Een deel van de mensen zal het misschien niks interesseren. Maar een deel van de mensen zal het wel interesseren. En wij zoeken ook juist voor duurzaam gevangen vis een markt die meer waarde wil betalen. En op het moment dat mensen meer geld voor die vis betalen, zijn ze ook sneller geïnteresseerd in van ja, waar betaal ik nou voor? Een aantal restaurants in onze provincie werkt al met de gelabelde vis van Barbara Geertsema. Zoals de chef-kok van restaurant Het Feithuis in de stad. Een kortere lijn kan je niet krijgen. En als een vis dus helemaal traceerbaar is naar de oorsprong, dat is heel mooi. Andere vis, daar is genoeg vis op de markt die jij helemaal niet weet hoe lang het onderweg is, waar het vandaan komt. Volgens de chef-kok vinden zijn klanten het interessant om te zien waar de vis vandaan komt. Dat is altijd een hele goede gesprekstof aan tafel. En ik merk dat gasten het echt waarderen dat wij ons best voor doen om producten uit onze regio te halen. Nou, en als vis dan zo mooi traceerbaar is, ja, dat is te werk aanstekelijk. Maar of alle klanten nu op veel informatie over de vis op hun bord zitten te wachten? Nee, eigenlijk niet. Dit is meer voor geweten dat als er staat, nou, dit is duurzaam gevangen, dan klinkt het wat beter voor je, maar qua smaak zou het mij niet... Het onderscheid zou ik niet proeven.